Dit zijn ze. 10 mannen en 1 vrouw. Rijp en groen. Vakbondskaderleden en FNV-afgevaardigden in een van de ondernemingsraden bij het concern in IJmuiden. Dit is hun verhaal. Ja, ik ben Gerrit Hiedema. Sinds 1985 werkzaam bij de Hooghovens. Later Corus, nu Tata Steel. Begonnen bij de Havens. En later naar railvervoer gegaan. In 1991 ben ik gekozen in de OC. Dat was eigenlijk wel een logische stap. Voordat ik bij de Hooghovens werkte, werkte ik in de Amsterdamse Havens. En dan ben ik lid geworden toen ik een jaar of 20 was van de Amsterdamse Havenjongeren. Ook van het FNV. Dus ik heb me eigenlijk altijd wel geïnteresseerd voor dat werk. Nou, toen is er op een gegeven moment een discussie geweest rondom de ploegendiensten. Of we naar de 5 moesten of naar de 3, dat was alweer wat later. Gelukkig heb ik die discussie verloren, want ik wilde graag een 3 ploegendienst in, maar het werd uiteindelijk de 5. Er waren gelukkig op dat moment een hoop mensen die waren nog slimmer dan ik was. Of in ieder geval verstandiger. Daarna heb ik mij doorontwikkeld. Ik ben in 1994 ben ik gevraagd om het bestuur toe te treden. Nou, van de bedrijfsledengroep toen de tijd. Van het FNV. En ik ben kort daarna, ik denk 1-2 jaar later, ben ik voorzitter geworden van de BLG. En dat heb ik gedaan tot 2005. En toen ben ik een tijdje uit geweest. En chef van de wacht geweest bij railvervoer. En in 2012 ben ik weer op de trein gestapt. En ben ik gelijk fulltime in het overleg terechtgekomen. Als commissievoorzitter van de commissie IJmuiden. Dus eigenlijk de ondernemersraad IJmuiden. En als ondernemersraad voorzitter van toen Supply Chain. En ben ik alweer enige tijd plaatsvervangend voorzitter van het FNV. In die lange periode heb je dus met veel reducties van personeel te maken gehad. Wat is dan de rol van een sterke vakbond? Natuurlijk, vanuit de jaren 70 hadden we iets van 24.000 mensen werken hier al. Ja, tegenwoordig zijn het er nog 9100 als ik het goed heb. En dan heb ik het over IJmuiden. Hoe sterk een vakbond is dan om die reductie zo mensvriendelijk als mogelijk te laten verlopen. En dan bedoel ik dus zonder gedwongen ontslagen, dat mensen niet in de problemen komen nadat ze een baan kwijtgeraakt zijn. Ja, is dat wel van belang. Ik bedoel, de vakbond speelt hier een belangrijke rol. En dat kunnen we met name omdat we zoveel leden hebben. Dus we zijn in staat om, doordat we zoveel leden zijn, om kracht te zetten bij onze argumenten. En als het nodig is, ook daadwerkelijk het werk neer te leggen en daarmee onze eisen kracht bij te zetten. En dat heeft ons geholpen. Ik bedoel, de enige keer dat het niet echt gelukt is, dat was in mijn begintijd. Dat is in 1992 geweest met het EMP, het extra maatregelenplan. Dat is ook de enige keer dat er gedwongen ontslagen zijn gevallen. Overigens ook nog op een wijze dat we maximaal alle mensen hebben herplaatst. Ik geloof dat er maar een paar mensen die echt uiteindelijk aan het eind van het verhaal buiten de boot gevallen zijn. Ook toen waren we in staat om dat door de vakbondskracht goed op te lossen. Ja, daarna hebben we in 1997, die hebben we altijd cycli in de zaal, kwamen we er weer, toen ging het heel slecht hier al. Toen hadden we Van der Velde als directeur en toen werden we als vakbond geroepen. En toen werd ons medegedeeld dat we fors in personeel naar beneden moesten. Voor mij was dat iets terug van 12.000 naar 8 of 9. Dus 3.000 man weg. En
Kees Blokland, toen de tijd de HR-directeur. Die hebben we goed overleg mee gehad en ja, hoe gaan we eruit komen? En toen hebben we groen van geel bedacht. Dus oudere mensen eruit en jongeren erin. En daaruit voortgekomen is het werkgelegenheidspact. In het werkgelegenheidspact stonden dan, zal ik zeggen, alle instrumenten in. Hoe je zonder gedwongen ontslagen tot de afbouw over kon gaan. Nou, uiteindelijk zijn er toen ook daadwerkelijk 1000 banen verdwenen. Ook weer zonder gedwongen ontslagen. Veel mensen zijn er toen ook weggegaan met een oudere regeling. Daarna hebben we nog een aantal keren plannen gehad die we allemaal binnen het werkgelegenheidspact hebben op kunnen lossen. Wat we toen in 1997 voor elkaar kregen. En we hebben dat ook elke paar jaar hebben we dat verlengd. Het was in eerste instantie voor 5 jaar. Maar zelfs nu, in deze tijd, hè, waar we nu weer met het zogenaamde transformatieplan, eigenlijk gewoon een reorganisatieplan te maken hebben, we nog steeds van dat werkgelegenheidspact gebruik maken. Om ook hier nu weer te voorkomen dat gedwongen ontslagen plaats gaan vinden. En dat gaat ook weer lukken, daar ben ik van overtuigd. Naast reductie van personeel is er ook sprake van steeds meer uitbestedingen. Hoe sta je daarin? Als ik aan één ding een gruwelijke hekel aan heb en dat is met de paplepel ingegoten sinds ik in het overleg gegaan ben, is dat wel uitbesteden van werk en of dat nou zonder of met mensen is. Dat is begonnen in 1994 voor mij of in 92, toen wilde men de HTD uitbesteden. Daarvoor. Overigens, waar mijn antipathie vandaan komt, dat heeft te maken met de periode ervoor. Toen hebben we de schoonmaak en de kantine uitbesteed. En dat is falikant fout gegaan. Die mensen die gingen van de hemel naar de hel, bij wijze van spreken. De arbeidsvoorwaarden werden afgebroken. Een hele hoop druk op die mensen. Zelfs in het geval van de catering heeft iemand zijn eigen verhangen. Dat wil je niet meemaken. Toen kwamen ze dus met hetzelfde verhaal voor de HTD. Dat is door de kaderleden die, zal maar zeggen, bij de HTD zaten fantastisch opgepakt met de steun van hun leden. Die hebben daar keihard op ingegrepen, poortblokkades. Toen is dat heel snel van tafel geweest. Maar dat heeft wel al die jaren boven de markt gehouden. En het mooie was dan ook dat we in onze CEO-afspraken in eerste instantie afspraken gemaakt hebben over het, hoe, als het dan uitbesteed zou worden, onder welke omstandigheden dat zou kunnen en waar het allemaal aan moest voldoen. En dat zijn wel gevechten geweest hoor, aan die CEO-tafel. En ik weet nog een keer dat wij, ik met Henk Hamans, mijn voorganger als commissie en mijn voorzitter, zaten we in de CEO-werkgroep. En toen hadden we 's ochtends om 6:30 een akkoord bereikt. En ik weet nog dat we door die gangen liepen van yes, yes, we hebben het. En dat was eigenlijk de afspraak rondom niet meer uitbesteden. En die afspraak die hebben we tot de hele GIS-discussie, dus de IT-discussie van een paar jaar geleden, op tafel komt, hebben we voorkomen dat er werk met mensen uitbesteed is geworden. En toen kwam die gistdiscussie. Ja, dat lag heel moeilijk. Alleen we hebben in dat geval was er niet echt heel veel keus. Ik bedoel, we hadden een gigantische achterstand in de IT-business. En toen hebben we gewoon gekeken, ja, hoe kunnen we nou maximaal voorkomen dat die mensen in een situatie terechtkomen dat ze andere arbeidsvoorwaarden moeten accepteren. En dan toch ook het probleem oplossen. Nou, en toen hebben we uiteindelijk ervoor gekozen om wel het werk, zal ik maar zeggen, naar een derde weg te zetten. Maar dat de mensen daarbij gedetacheerd werden. Dus allemaal het arbeidscontract van Tata Steel hebben gehouden. Ja, en dat ging toen de tijd om rond de 300-400 mensen.
En er zijn er geloof ik nu op dit moment nog zo'n 30 of zo over. En de rest is of alweer in dienst bij Tata op een andere baan. Of met pensioen. Nog steeds aanwezig dan. Tony de Bree zegt in een blog in het Financieel Management van 26 december dat de bedrijfsleiding er goed aan doet om een oor te luisteren te leggen bij de OR en niet bij adviseurs als Boston Consultancy Groep. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik herken ons standpunt daarin. Ik sluit me volkomen aan bij wat die man zegt. Die modellen die in dit geval Boston Consultancy Groep hanteren en die we hier dus ook in huis hebben om onze exco te adviseren. Ja, die gaan ten koste van de sterke kant van Tata Steel Europa en dat is van IJmuiden. Dus als je zegt van ja, moeten ze naar de ondernemers uit luisteren? Ja, dat moeten ze eigenlijk altijd. En wij krijgen ook heel vaak gelijk en we hebben ook heel vaak gelijk. Alleen het is vaak achteraf. Als men al, als het schaap of wat is het kalf al verdronken is. En dan al krijgen we van ja. Nou, hadden we dat toen geweten? Ja, wij wisten het. Alleen we krijgen dat gelijk niet. Het lijkt wel alsof het... we mogen er wel van vinden, maar onze mening die... Die wordt niet echt meegenomen. En dat verwacht ik nu ook wel weer. Wij zullen ons verzetten en wij roepen om goede plannen. En wij kunnen gerust wel roepen van welke plannen je dan wel moet presenteren. Maar dat past helemaal niet in die denkwijze van het management. Ik bedoel, wij blijven maar gewone werknemers. Ja, ik bedoel, wat me wel echt vergeet is dat het zijn wel de werknemers met de kennis. Die mensen zitten in Ivoren Toren. Bedoel, wij praten met iedereen. Ons netwerk is gigantisch. Je kan hier ook niks geheim houden. Iedereen weet ook van, nou, als je wat wil veranderen of als je wat wil beïnvloeden, dan moet je dat via de vakbond doen of via de ondernemingsraden. Want die kunnen namelijk wel roepen wat anderen niet durven. Nou, dat doen we ook. En dat zorgt er ook wel voor dat we goed zichtbaar zijn op dit bedrijf en dat we dingen kunnen veranderen of in ieder geval beïnvloeden. En dat gaan we nu ook doen. Ik bedoel, er gaan geen 3000 mensen uit, daar ben ik van overtuigd. En zeker geen 1600 in IJmuiden. We hebben een werkgelegenheidspact en wij gaan ervoor zorgen dat nageleefd wordt. Hoe verklaar jij de relatief hoge organisatiegraad bij Tata Steel? Als je er naar kijkt, dat wij tegen alle landelijke trends in gewoon gegroeid zijn met zo'n 10% aan leden. De verklaring daarvoor is niet zo heel erg moeilijk. We zijn zichtbaar. Wij doen aan individuele belangenbehartiging. Dus mensen zien ook op het moment dat ze bij ons als bond komen dat er gelijk wat voor ze gedaan wordt. Het is laagdrempelig. En we leveren. We kunnen gewoon, doordat we zoveel mensen hebben die lid zijn, kunnen we kracht genereren. We kunnen, met die kracht zijn we een kracht waar je rekening mee moet houden, want anders heb je een probleem met 4000 leden. Daarnaast zijn er een hele hoop mensen geen lid die gewoon sympathiseren met ons. En dat zou best kunnen dat ook daar de ledengroei van de afgelopen tijd ook wel een beetje debet aan legt hoor. Het is niet alleen maar omdat men nu ineens allemaal lid wil worden, maar het is ook omdat men nu ziet van ja, we hebben die steun hard nodig, want ik moet vooral voor mijn eigen opkomen natuurlijk. En dan word ik maar lid. Het is natuurlijk... Een prachtig voorbeeld over hoe je eigenlijk je bond moet organiseren. Ik zou zeggen van zo snel mogelijk de ledenservice terug. Daarmee dwing je dat mensen de werkvloer op gaan, dan word je zichtbaar. En dan heb je het al gauw over van dat is mijn bondsmannetje. Nou ja, dat werkt. Ik bedoel, vanuit een bureau, een kantoor, allerlei individuele zaken oppakken. Dat is niet zichtbaar.
En dat is één op één. Als ik een kantine inloop en iemand heeft een probleem en ze zien dat ik hem help, dan denken ze van, hé, de volgende keer ga ik ook naar hem toe. En dat is het mooie. Ik moet wel zeggen, wij zitten natuurlijk op één gebied met 9000 man. Dus dat is wel redelijk goed. Maar ook in kleinere fabrieken kan het gewoon werken. Als je een kaderlid hebt die dingen oppakt, dan worden mensen veel makkelijker lid. Het is vooral het zichtbaar zijn. Wat heb ik aan een vakbond? Nou, wij bewijzen dat we, ondanks alle reorganisaties die we gehad hebben, we iedereen op een mooie manier van het bedrijf afgeholpen hebben. Met een oude regeling of wat dan ook. En voor al die andere mensen, dat ze hier nog steeds mogen werken. En dat vind ik mooi. En dat kan alleen maar als je lid bent van een vakbond. Nou, en men weet, FNV bemoeit zich ermee. En dan gaat men er al van uit van, nou, het komt wel goed. Dat is wel een beetje gevaar, want zo is het niet altijd. En wij proberen altijd aan te geven van, nou, laat je zien. Laat zien dat je wil. Laat zien dat je power hebt. Vandaar dat wij beginnen ook nooit echt met acties. We beginnen altijd eerst, we roepen eerst onze mensen bij elkaar. Manifestatie, een paar duizend man, hoop publiciteit. Nou, dat werkt. Mensen zijn boos. Nou, dat helpt wel om een positie te krijgen. En een van de allerbelangrijkste dingen is, doordat je zo goed georganiseerd bent, is dat je eigenlijk nooit hoeft te staken. De laatste keer dat wij gestaakt hebben, wij hebben de naam denk ik, hoor, als actiebedrijf. Maar de laatste keer dat er gestaakt is, dat was in 2004. Dat ging één dag, dat was een landelijke staking rondom de pensioenen. Maar als het ging om een arbeidsconflict bij Tata, dan is het de laatste keer geweest begin jaren 90 en dat ging over de 5 ploegendienst, als ik me goed kan herinneren. Nou ja, ik bedoel, en dat, dus word lid zou ik zeggen, want het zorgt ervoor dat je niet hoeft te staken, in ieder geval als het aan ons ligt.